Elke generatie claimt dat ze in een tijdperk van een verandering leeft. Want natuurlijk verandert er altijd veel en lijkt het snel te gaan. Maar sommige generaties hebben geluk. En dat zijn wij. Want dan verandert er zoveel tegelijk op zoveel terreinen. En is het zo fundamenteel en onomkeerbaar dat we spreken van een verandering van tijdperk. Ik vind het heel leuk dat we dit met z'n allen kunnen gaan doen en organiseren en regelen en zwollen. Dit is dus de oude orde. Die lopen al heel lang achter elkaar aan. Waarom? Omdat we dat heel lang gewend zijn geweest. En dan stapt er één uit. Nou, gewoon doen en niet meer in je hoofd blijven zitten van goh, wat heb ik nodig? Moet ik daarvoor naar de gemeente? Nee, wat voor ideeën heb je? Praat er met mensen over en ga gewoon beginnen. Je wordt genegeerd, wordt voorbijgelopen. Hij gaat steeds harder roepen, wordt niet geluisterd. Totdat er een tweede aanhaakt. De verbinder. En die mobiliseert een derde. En een vierde. En een vijfde. Ja, ik hoop dat dit het hele mooie nieuwe initiatieven gaat geven voor de stad. Die ervoor zorgen dat de stad uiteindelijk gewoon wat leefbaarder wordt. Hè? Een kantelaar is iemand met het vermogen om de tweede en derde pinguïn mee te krijgen en een nieuwe stoet te vormen. En als het lukt, krijgen we weer een nieuwe orde. En dan lopen we weer allemaal achter elkaar aan. Dan zult u zeggen, ja, daar zijn we weinig op geschoten. Maar dat is niet zo. Want het zijn nieuwe paden, nieuwe richtingen op een hoger evolutionair niveau. We komen steeds verder, maar we stellen ook steeds hogere eisen aan onszelf. Beter kan ik het niet samen. Het is onvoorstelbaar hoeveel energie hier vrijkomt. Hoeveel initiatieven er zijn, ideeën, projecten. Ik kom op heel veel plaatsen in Nederland, maar dit is toch wel uniek, vind ik. Je kunt ze napraten, tegenspreken, ophemelen of omlaag halen. Het enige wat je niet kunt is om ze heen. Want zij brengen verandering, zij brengen Zwolle verder. En waar sommige mensen maloten zien, daar zien wij genieën. Omdat de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze Zwolle kunnen veranderen, degene zijn die het doen. Dank u wel.